Het meisje en de wolf. In een land hier niet zo ver vandaan, in een heel normaal huis, in een hele normale straat, woonde eens een meisje. Ze woont hier samen met haar ouders. Het meisje is nog maar 7 jaar oud, als al een van de beste bakkers van het hele land wordt genoemd. Alle mensen uit de buurt zetten ramen en deuren wijd open als het meisje aan de bak is, zodat hun huizen gevuld worden met de heerlijkste geuren. Als het meisje later groot is, wil ze het liefst meedoen aan heel Holland Bakt en een eigen bakkerswinkel beginnen. Of modeontwerpster worden, want het meisje houdt ook heel erg van kleding. Op een koude dag in de winter is de oma van het meisje erg ziek. Het meisje bakt taart en koekjes voor haar oma met geheim ingrediënt, zodat oma extra snel weer beter wordt. Haar vader en moeder zijn allebei druk aan het werk, en dus mag het meisje na lang zeuren de taart en koekjes zelf naar oma gaan brengen, helemaal alleen. Het meisje trekt haar mooiste warme kleren aan en stopt de taart en koekjes in haar mandje. Niet met vreemde mensen praten, roept haar moeder erna, en doe je sjaal om. Het meisje steekt voorzichtig de straat over en loopt het park binnen. Aan de andere kant woont oma. Het meisje huppelt vrolijk het park door. Ze heeft niet in de gaten dat er achter haar een grote, harige neus uit de bosjes steekt. Ineens, uit het niets, springt er een wolfje voor haar. Het meisje schrikt en gilt. Hier schrikt het wolfje zo van dat hij ook begint te gillen. Je liet me schrikken, zegt het meisje. Sorry, zegt het wolfje, dat was niet mijn bedoeling. Waarom heb je zulke grote oren, vraagt het meisje, en zo'n grote neus en een sjaal om? Met mijn grote oren kan ik extra goed horen en met mijn grote neus kan ik extra goed ruiken. En die sjaal, die moest ik omdoen van mijn moeder. Oh ja, dat moet ik ook altijd, zegt het meisje. Jij ruikt zo verschrikkelijk lekker, zegt het wolfje. Ik heb taart gebakken en koekjes voor mijn zieke oma. Kijk maar, hier, in mijn mandje. Dat is echt het lekkerste wat ik ooit geroken heb, roept het wolfje. Het meisje vertelt wolfje alles over haar liefde voor bakken en kleding en over haar zieke oma. Ze complimenteert hem met zijn mooie vacht, maar ze stiekem best een beetje jaloers op is trouwens. Al snel voelt het alsof het meisje en wolfje eigenlijk al heel lang vrienden zijn. Oma vindt het supergezellig dat het meisje wolfje heeft meegenomen op visite. Samen eten ze de taart en drinken ze thee en oma voelt zich meteen een stuk beter. Als ze samen terug naar huis lopen, vraagt het meisje of wolfje haar misschien eens zou willen helpen met het bakken. Want met de goede neus van wolfje bakt er nooit meer iets aan. Dat wil wolfje heel erg graag. En zo begint een lange vriendschap tussen het meisje en de wolf. Als je ooit in een land hier niet zo ver vandaan een bakkerswinkel binnenloopt, moet je niet verbaasd zijn als je daar een meisje en een wolf met schort en bakkersmuts aantreft. Samen bakten ze nog lang en gelukkig.